Joël de Goeie staat nu op de kandidatenlijst van de ChristenUnie op plek 5. Waarom wil je dit graag en wat vind je ervan om op die plek te staan? Nou, allereerst vind ik het heel eervol dat ik op die plek neergezet ben. Ik wil het graag omdat ik heel graag werk wil maken van de thema's waar ik hier als wethouder ook mee bezig ben. Als het gaat over ouderenzorg, als het gaat over de jeugdzorg, of mensen in armoede. Het zijn thema's waar je toch ook merkt dat daar landelijk heel veel beslissingen nodig zijn de komende tijd. Om de zorg te regelen voor mensen die dat echt nodig hebben. Om de jeugdzorg te hervormen. Of om te zorgen voor een goed inkomen voor mensen die in armoede leven. En ja, ik merk dat ik heel graag bezig ben met het vertalen van onze visie als partij in concrete voorstellen om dat beter te maken. En ja, daar zou ik heel graag op die plek mee aan de slag gaan. Hoewel ik ook heel graag hier in Delft met die thema's aan de slag was en ook heel veel gezien heb in Delft. Wat ik ook weer hoop te kunnen meenemen als ik in de Kamer zou terechtkomen. Ja, en waarom zou je inderdaad op die plek in de Tweede Kamer dit willen gaan doen? Omdat ik merk dat heel veel beleid wat we hier proberen handen en voeten te geven in de lokale politiek, dat dat toch wel in Den Haag wordt bepaald. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden in Den Haag als het gaat over de toekomst van de jeugdzorg, maar ook over de ouderenzorg. Of als het gaat over bestaanszekerheid en armoede. Daar ligt de basis en ik vind het heel belangrijk om daar dus ook mee te denken en zelf ook concrete voorstellen te gaan doen.